Ik ga praten met Pim van Rijswijk. Hij gaat ons een boek cadeau doen. Hij is belastingadviseur van de VRB. Gaat u mee? Pim, goedemorgen. Ja, Pim van Rijswijk van VRB Belastingadviseurs. Je hebt een boek geschreven. En bespaar meer belasting voor ondernemers, DGA's en stamrecht BV's. Wat staat er allemaal in? Harry, wij waren in december waren we dit programma. En toen hadden we een boek geschreven over de rechtsvormen. Over BV's en eenmanszaken, holdingstructuren. Die hebben we kosteloos aangeboden. En hebben ongelooflijk veel mensen hebben dat boek naar aanleiding van de uitzending aangevraagd. En we hebben nu een nieuw boek over belastingvoordelen en alle aftrekbare kosten voor ondernemers, DGA's en mensen met een stamrecht BV. En dit boek willen wij dus vandaag aan de kijkers van Business Class ook kosteloos aanbieden. Ja, normaal reken je €25. En jij zegt als je dit boek leest, dan als je geen €2000 bespaart, wat dan? Nou, dit boek staat vol met belastingvoordelen en aftrekbare kosten. En wij zijn in de praktijk erachter gekomen dat iedereen die dit boek leest bespaart minimaal €2000 aan belasting. Zo niet, dan heb je het niet goed gelezen. En zo niet, dan nodig ik iedereen uit voor een gratis belastingscan. De scan bespaar meer belasting. Ter waarde van €245. En dan wordt iemand daarvoor uitgenodigd. Nou, zaten we van de week even te praten en toen ben ik wat mooie posten doorgelopen. En je zegt bijvoorbeeld lid zijn van een golfclub. Ja. Vertel eens. Nou, we hebben veel cliënten en ook veel kijkers van Business Class zijn lid van een golfclub. En de vraag is bij heel veel cliënten van VRB, van zijn die kosten nou fiscaal aftrekbaar? Kan je die kosten fiscaal opvoeren? In heel veel situaties kan dat. En dat weten veel ondernemers niet. Maar die kosten die kunnen worden opgevoerd zakelijk. Zolang de kosten die je maakt, maar ook vanuit zakelijk oogpunt worden gemaakt. En bijvoorbeeld de relatiemarketing is een heel belangrijk gegeven. Dan heb je een belastinginspecteur die golft niet en die pingpongt alleen. En die zegt, ja, die is jaloers. En die zegt, nou, dat gaan we niet doen. Nou, in de jurisprudentie staan er een aantal hele leuke voorbeelden beschreven. Bijvoorbeeld een dame die heeft een winkel in tweedehands exclusieve kleding. En zij voert in feite op richting de inspecteur dat alle kosten, dus ook van het golflidmaatschap, die maakt zij om in aanraking te komen met haar leveranciers van die exclusieve tweedehands kleding. Ja. En de inspecteur die ging daarin mee. Dus zij had voldoende aannemelijk kunnen maken dat alle kosten rondom dat golflidmaatschap zakelijk zijn. Je had ook iets over een huis kopen en geld lenen van je eigen bedrijf. Ja. En leg dat nog eens uit, want dat begreep ik niet helemaal. Nou, dat is heel erg interessant in deze tijd. Veel mensen met bijvoorbeeld een BV, die hebben toch winstreserves in die BV zitten. Vragen zich af wat ze daarmee kunnen doen met dat geld. Heel interessant is om dat geld te lenen in privé. Bijvoorbeeld om de hypotheek over te nemen. Dan betaal je dus rente aan je eigen BV. Zeg 5%. Stel je leent €100.000. Betaal je €5.000 rente aan je eigen BV. Dat is een prachtig rendement, gegarandeerd. Dat trek je af. Dat trek je af aan de ene kant. En vervolgens kan je dus die €5.000 die je aan je eigen BV betaalt, kan je er weer aan onttrekken. En uiteindelijk betaal je in de vennootschapbelasting in combinatie met de dividendbelasting minder belasting dan dat je aftrekt in privé de inkomstenbelasting. Dus het is een gratis lening. Sterker nog, je verdient erop. Maar kijkt de inspecteur dan wel naar de waarde van het huis en de relatie van de hoogte van de lening? Ja, alles moet zakelijk zijn. Dus ook wanneer je geld leent van je eigen BV. Dan moet je wel naar de notaris, hypotheek? Ja, heel verstandig om het zakelijk dus ook via de notaris als hypotheek te vestigen. Dus in principe aan alle voorwaarden voldoe je dus ook waar je ook aan voldoet als je geld bij een bank leent. Zeg dezelfde rente, de aflossing, et cetera. Dezelfde zekerheidsstellingen. Alleen je betaalt de rente nu niet aan de bank, maar je betaalt de rente aan jezelf, aan je eigen BV. Ja. Elektrische auto's, hè? Dat is ook zo'n fiscaal product. Ja, ook erg interessant. Ik ben 2 weken geleden uitgenodigd voor een proefrit in een Tesla. Dat is een elektrische auto. Ik heb ervan genoten. Het is een auto die, zoals ik hem daar zag staan, je kunt hem qua vermogen, kan je hem vergelijken met een Porsche 911. En het lijnenspel had voor mij iets weg van een Jaguar. Maar die kan je dus kopen zakelijk. En dan heb je, als je daar privé ook mee gaat rijden, een bijtelling van 4%.
Dus stel die auto kost 100.000 euro. Heb je 4.000 euro per jaar aan bijtelling in de inkomstenbelasting? In plaats van 25%. Ja. Dus in plaats van 25.000 euro bijtelling, heb je 4.000 euro bijtelling. Dat is 150 euro netto per maand. Kan je daar privé onbeperkt mee rijden. Ja, wat was er nou met stamrecht BV's met die 80-20 regeling? Wat is dat? Ja, nou, VEB is natuurlijk ook heel groot geworden met het oprichten van stamrecht BV's. En het kabinet heeft geld nodig in 2014. Dus ze proberen aan alle kanten geld en belastinginkomsten naar ze toe te halen. En wanneer mensen een stamrecht BV hebben, daar zitten gelden in, dan zegt dus de Belastingdienst nu, dan mag je dat geld uitkeren naar privé, moet je wel alles uitkeren. En dan hoef je over 20% geen belasting te betalen. En dan betaal je over 80% betaal je belasting, inkomstenbelasting. Dus lokken je als het ware uit de tent. En dat hebben we allemaal beschreven ook in dat boek. Dus ook over die elektrische auto, hoe het werkt, golflidmaatschap. Al die zaken die voor ondernemers spelen, voor DGA's, voor mensen met een stamrecht BV, hebben we in dat boek beschreven. Dus ik denk zelf dat het voor de paasdagen een mooi boek is om te gaan lezen. En zeg maar, op welke markt richt je je nou? Je kunt ook klant worden bij jou, maar welke doelgroep is dat nou? Ja, nou, we hebben heel veel dus ondernemers. DGA's met een BV, met een holding, consultants, interim managers. Stamrecht BV's, nou ja, dat zijn in feite de cliënten van VEB. Oké, nou wilt u het eens even op uw gemak nalezen, dan kunt u dat boekje gratis bestellen op onze site. En dan krijgt u het toegezonden. Ja. Bedankt voor het gesprek. Ja.